In Apeldoorn de nummers 13 en 14 tegen elkaar AGOVV en Emmen. Dit is een grote kans in het begin van de wedstrijd. De kopbal van Michiel Hemmen. Die gaat naast. Dan deze paas van Taylor en opnieuw Hemmen. Neemt veel tijd, heeft veel tijd nodig, maar gaat wel goed door. En dan uiteindelijk is het raak. Na iets meer dan een uur spelen scoort Hemmen zijn zesde goal van dit seizoen. En brengt die AGOVV op een 1-0 voorsprong. Opnieuw de Apeldoorners met Lamucci. In duel met Piesje, de Duitser. De voorzet is goed. De kopbal gaat een metertje naast het doel van FCM met de kopbal van Paul Mulders. Emmen dan. Het elftal van Haken. Met hier de bal voor de rechtervoet van Hans Denissen. Die staat net een minuut binnen de lijnen als invaller. En hij zorgt voor 1-1. Dan is dit heel slecht verdedigen van Florian Riedel. Levert in. Het doorgaan van Sherry. En uit een hele moeilijke hoek zorgt Sherry voor 1-2. De 90ste minuut dan. Een vrije schop van AGOVV. En uiteindelijk delen beide ploegen de punten. Het doelpunt, het laatste van Bruinier. 2-2.